dames en heren. Welkom terug bij Focus. In een nieuwe studio, maar met een vertrouwd decor, zoals u ziet. We gaan het hebben over de herindeling van de gemeente Maasdonk. Komende dinsdag valt er over de definitieve beslissing. Maar donderdagavond werd al wel duidelijk hoe de partijen in de Osse Raad erover denken. En Geffen kan gewoon bij Os komen. In de studio twee van die partijen aan tafel. De SP, Paul Peters, en VDG Frank den Brok. Allebei welkom. Meneer Peters, om met u te beginnen. De SP was een van de tegenstemmers donderdagavond over de komst van Geffen bij Os. Het financiële risico, dat was voor jullie te groot. Ja, kijk, wij zijn nogmaals niet tegen Maasdonk. Dat Geffen bij Os komt, daar hebben we geen enkel probleem mee. Waar wij wel een probleem mee hebben, is de hoge kosten voor de Osse gemeenschap. En dat er op dit moment eigenlijk geen fatsoenlijke dekking voor is. Het kost Os bijna 2 miljoen. Dat is een heleboel geld in deze tijd, waarin donkere wolken ook boven Os drijven. Waarin de plantsoenen leeggehaald worden, omdat er geen geld meer voor is. Terwijl het museum en het archief dreigen gesloten te worden. Is 2 miljoen een heleboel geld. En daar moet je heel goed naar kijken. En zeker als er nog niet eens echt goede dekking voor is. En die is er niet. Ja. En daarom zeggen we op dit moment, rustig aan. Ja, 1,7 miljoen, hè, om precies te zijn, wordt berekend ongeveer, meneer Brok. Het is een hoop geld, maar voor u geen reden om te zeggen, we doen het niet. Waarom niet? Het is inderdaad een hele hoop geld. Het tekort was eerst nog een stuk groter. Het college is er gelukkig wel in geslaagd om met de stuurgroep de tekorten ook voor Den Bosch en voor Os een stuk terug te brengen. Maar nu, er was ook een structureel tekort van ongeveer 400.000 euro. Hè, dus een meerjarig tekort. Ook dat is opgevangen. Dat doet men door minder arbeidsplaatsen over te nemen vanuit het oude Maasdonk in plaats van 30, maar 22 arbeidsplaatsen. Zodat op een andere manier in te passen in de organisatie. Dus nu zitten we nog met een incidenteel, dus eenmalig bedrag van ja, bijna 1,8 miljoen. Ja. En dat klopt, dat is ontzettend veel. Vooraf werd gezegd van ja, we willen dat best dat Geffen erbij komt, maar het mag ons en de burgers geen geld gaan kosten eigenlijk. Ja, ja. Dat gaat er dus wel gebeuren. Gaat ja, dus wel gebeuren. Er zijn een aantal partijen geweest die dat inderdaad heel resoluut heeft gezegd. Wij hebben altijd gezegd, met bijvoorbeeld ook het CDA, van goed, laten we in ieder geval kijken naar het eind van wat er nog rest, wat er nog resteert aan het tekort en dan het besluit nemen. En daar hebben we het natuurlijk ook in onze fractie uitgebreid over gehad. Want de heer Peters zegt terecht, juist in deze tijd is een investering extra ligt gewoon gevoelig. Mensen zien ook om zich heen in de leefomgeving dat er bezuinigd wordt door de gemeente. Voelen dat soms ook elke dag. Moet je 2 keer nadenken voordat je zo'n besluit neemt. We hebben wel gezegd van laten we ook verder naar de verdere toekomst kijken dan alleen de komende periode. Dus ook echt naar wat we strategisch als Os willen zijn. Dus wat we uit willen stralen. Met termijn die gaan dan voorbij aan dat geld wat je nu tekort komt. Ja, los van het feit dat Geffen naar onze mening uitstekend bij Os past. Vinden we dat we eigenlijk ook op strategisch gebied als Os willen groeien. En ook een signaal af willen geven aan onze omgeving van jongens, Os is gewoon weer bereid om verantwoordelijkheid te nemen en om ook deze rol weer te pakken. Ja, ja. En meneer Peters, u wilde natuurlijk donderdagavond graag horen van de wethouder en de burgemeester waar dat geld er vandaan zou moeten komen. Daar werd ook nog niet echt duidelijkheid over gegeven. Nee, daar kwam niet echt duidelijkheid over. Nogmaals, het is nog steeds een fors bedrag. De heer Den Brok zegt, ja, Geffen past bij Os. Daar zijn wij het ook mee eens. Dat vinden de mensen in Geffen zelf ook. Als er dan toch heringedeeld moet worden, dan is Geffen natuurlijk bij ons van harte welkom. Maar nogmaals, het is een heleboel geld. En er is geen dekking voor. Er wordt gezegd, ja, we hebben een potje algemene reserve, zal ik maar zeggen. Daar kunnen we uit putten. Maar dat potje is nog niet eens helemaal op orde. En er worden allerlei aannames gedaan van, ja, maar misschien komt er dit nog in het najaar. En misschien komt er dat nog in het najaar. Dat is allemaal mooi en wel, maar wij worden wel gevraagd om komende dinsdag ja of nee te zeggen. En dan kunnen we niet meer terug. Vindt u dat andere partijen daar te makkelijk overheen stappen? Nou, niet alle partijen. Ik heb 4 partijen in de Osse Raad gisteravond horen zeggen dat ze toch graag, ook de VVD, graag een concretere invulling hadden van ja, hoe gaan we dat in hemelsnaam betalen? Dus ik moet zeggen, ik hoop tussen nu en volgende week dinsdag toch nog wel wat extra informatie te krijgen. Ja. Ja, als je het zo bekijkt, zo'n herindelingstraject, als dat eenmaal begint, 3 gemeenten zijn erbij betrokken, dan kom je wat geld tekort als gemeente, maar eigenlijk kun je toch ook niet meer terug, zou je bijna kunnen zeggen. Er moeten heel gekke dingen gebeuren, ja, weet u dat ook niet? Ik heb in die historie dat ik in de Osse Raad zit, en dat is al een tijdje, eigenlijk een beetje alle herindelingen meegemaakt, van Berchem tot en met Lid. En het werd toch altijd wat rooskleuriger voorgesteld dan dat het uiteindelijk na jaren uitpakte. De beroemde lijken. De lijken uit de kast. Ja, het klinkt wat plat, maar het is wel zo. Met Lid dachten we een paar jaar geleden ook van dat hebben we goed in de
goed in de klauw. Dat gaat niet al te veel geld kosten. En wat blijkt toch na een bepaalde tijd, er komen toch dingen uit die kast vallen. En dat hebben we bij eerdere herindelingen ook gezien. En daar wordt nu weer heel makkelijk overheen gestapt van ja, maar nee, we hebben het allemaal in de hand. Ja, maar dan nog kun je dan als OS gewoon zeggen van nee, we doen het niet en dan de hele herindeling natuurlijk gaat niet door? Je kunt dat zeggen. Je kunt dat zeggen. En dat is een hele stap. Daar zijn wij ons wel degelijk ook van bewust. Die zet je niet zomaar. Maar het kan wel. Laten we wel wezen. Maasdonk heeft eerst bij de gemeente Bernhese aangeklopt. Bernhese heeft na onderzoek gezegd, nee, we doen het niet. Het gaat niet door. Om een aantal redenen. En de financiën was daar één van. Ja, goed. Nou, OS, zoals het er nu uitziet, gaat het wel doen. Een ander puntje, behalve het geld, werd er ook gesproken over de grens. Hè. Veel besproken de laatste tijd. Waar moet die precies komen te liggen? Tussen Nuland en Geffen, het huidige Nuland en Geffen, zou ik maar zeggen. Ja, hoe moet je dat gaan oplossen? Want ik heb begrepen dat in Den Bosch niet wordt gekeken van, nou, misschien moeten we nog maar eens even toch maar eens naar die grens gaan kijken. Ik vind op de eerste plaats dat Maasdonk, de huidige gemeente Maasdonk, dat zelf met haar inwoners eigenlijk op zou moeten lossen. Dat vind ik zelf. En verder vind ik ook dat de mensen die in dat gebied, dit gaat maar over een klein gebiedje nog, die daar wonen, dat die daar een hele belangrijke stem in zouden moeten hebben. Want het gaat tenslotte over hun. Dan begrijp ik ook wel dat er allerlei andere belangen zijn. Maar ik vind eigenlijk dat je als OS en een bos daar toch een beetje afzijdig van moet houden. Ja. En laat dat eerst aan die huidige gemeente Maasdonk en die bewoners over. Ik vind mensen belangrijker dan een vierkante meter grond. Meneer Den Brok, hoe ziet u dat? Ja. Waar moet die grens komen te liggen wat u betreft? Ik ben het met de heer Peters eens dat het primair een taak is van zaak is van de gemeenteraad, de huidige gemeenteraad die nog steeds bestaat van Maasdonk. Ja, die is blijkbaar voor dat laatste voorstel. Daar is een stuurgroep in dat weiland langs die sloot. Ja, met alle colleges van BMW daarin vertegenwoordigd. En er zijn een aantal beslissingen genomen. Allereerst, ten nadele van OS is daar een stuk Geffen bij Hees-West afgegeven aan Den Bosch. En vervolgens is daar waarschijnlijk gewoon ook een stuk onderhandeling geweest. Waarbij ze zegt, oké, het is misschien ook logischer en natuurlijker. En ook als je landschappelijk kijkt, dat de grens tussen Nuland en Geffen ook een stukje wordt verlegd. Ja. Dat Geffen ook aan alle kanten omzoomd is door groen. Mm-hmm. Nou, op zich een uitleg die ik wel kan begrijpen. Eerst werd die grens heel scherp gelegd, waardoor ongeveer 160 gezinnen daardoor eigenlijk van Nuland naar Geffen werden gebombardeerd. Nu gaat het ongeveer nog om 22 gezinnen. Overigens wel best een behoorlijk stuk grond, dus het is wel echt een aantal hectare. Maar misschien in de potentie in de toekomst ook weer mogelijkheden liggen. Dus ja, uiteindelijk is na een aantal heel veel bezwaarschriften, een stuk of 500 geloof ik, is de grens weer aangepast. Toch weer een stukje minder Nuland bij OS. En de grens zoals die nu is gelegd, lijkt ons uitlegbaar. Ja. Hij staat nog wel ter discussie. Want ja, precies, want als Den Bosch nu gaat zeggen, van Den Bosch wij willen graag toch nog naar die grenzen bijna tegen Geffen aan. Gaat OS daar dan in mee? Of zegt u van nee, dat niet? Nee, wat mij betreft niet. Wat mij betreft vind ik het niet echt chic om 3 dagen voordat je een definitief besluit moet nemen, eigenlijk nog dit konijn uit de hooghoed te toveren. Ik vind het heel erg knap dat ambtelijk OS en Den Bosch super goed hebben samengewerkt, ook met Maasdonk trouwens, ook complimenten daarvoor, om heel erg snel een herindeling voor elkaar te brengen. Dat nu weer aan te gaan passen. Begin januari wisten we nog niet eens dat de herindeling eigenlijk zou niet komen. Voor, eigenlijk. Nu moeten we voor 1 september de stukken aanleveren bij de minister, hè, anders kan die molen weer niet op tijd gaan draaien. Maar vind ik het wel jammer dat in zo'n proces waarin je als 3 gemeenten zo fijn hebt samengewerkt, dan 3 dagen voor het definitieve besluit in één keer toch nog een konijn uit de hooghoed komt. Ja, meneer Peter, valt ik ken de details niet, want de informatie is nog vrij vers, maar als het zo zou zijn, dan zou ik dat wel betreuren. Valt er met de SP nog te onderhandelen op dat punt? Op dat punt? Nou, ik vind het op de eerste plaats maar eens even dat de stuurgroep, dus de burgemeesters van Den Bosch, OS en Maasdonk, maar eens even de koppen bij elkaar moeten steken. En wij horen het wel voor dinsdag. Want dinsdag moet er wel in Den Bosch, Maasdonk en OS, je moet wel hetzelfde besluit nemen. Ja. Dus je kunt moeilijk in Den Bosch zeggen, we leggen de grens hier. En in Maasdonk, we leggen hem hier. En in OS weer ergens anders, dat kan niet. Nee. Dus ze moeten er wel voor dinsdag uitkomen. Maar dat ligt niet in de eerste plaats een taak voor ons. Wij hebben gezegd, luister op de mening van de mensen in dat gebied, vinden wij heel belangrijk en die moet daar serieus in meegenomen. En we zien het eindresultaat. Oké, dat wachten we inderdaad af. Nog een paar dagen en dan weten we het hoe het allemaal precies uitpakt, die herindeling. Heren, bedankt voor uw komst hierheen en voor deze uitleg. Graag gedaan. En tot zover Focus voor deze keer. Als u het laatste nieuws wil blijven volgen, dan kan dat natuurlijk bij ons op tv, op internet. En u kunt het ook allemaal via Twitter in de gaten blijven houden. Bedankt voor het kijken voor nu en heel graag tot de volgende keer.